Dankjewel, Maarten. En tot slot trekken we nog naar Laarne bij Gent, want daar hebben 251 mensen vandaag gestreden om de titel van beste wiezer van België. Het kaartspel bestaat al sinds de 15e eeuw, maar is weer bijzonder hip, ook bij jongeren. Aan de Universiteit van Leuven is er zelfs speciaal een studentenkring voor opgericht. Het startschot van de eerste ronde is gegeven. De klok begint met aftellen. Het is meteen opperste concentratie. Een van deze spelers mag zich straks de beste wiezer van België noemen. Goed aan de slag, Bert. Ja, anders is het dubbel, hè? Kunnen we leren. Het kaartspel ontstond zo'n 6 eeuwen geleden in Engeland. Maar dat wil niet zeggen dat het oudbollig is. De jeugd heeft het herontdekt. Er zijn een studentenclub uit Leuven die speciaal gecentreerd is rond wiezen. Dus de kaartsport wiezen, en dat doen we zo ongeveer iedere week, soms twee wekelijks. Ik kan het ene koeken. Ik kan ernaast een stunning. Ja, ja. Ik kan stressen. Hè. We zijn gisteren gaan trainen. Met Suzanne, ja, dus gewoon op café gaan zitten, een wiesje leggen en dan proberen nog een keer af te spreken met elkaar van wat kun je beter doen, waar kun je in verbeteren. Het is vandaag natuurlijk de bedoeling om bovenaan het klassement te eindigen, maar velen komen ook gewoon voor sfeer, gezelligheid, pintje drinken met kameraden samen, een gezellige tijd beleven. De max, echt waar. Hoeveel heb je al op? 1. Geloof ik niet. Ik heb gelijk. En de kans is groot dat het spel binnenkort nog populairder wordt. Want er lopen gesprekken om het te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Die beslissing valt midden april. Dan naar het weer. Ja, hoe ziet de rest van het weekend eruit, David? Wel, morgen meer zon.